Willem van der Ham zorgt sinds twee jaar intensief voor zijn vrouw Betty. Waar de meeste mensen zich in zullen vergissen is dat het uh, zwaarder is dan je, dan, je, dan je denkt natuurlijk. Want je wil het toch zo goed mogelijk doen. Zijn vrouw heeft een zeldzame zenuwaandoening, waardoor ze volledig afhankelijk is van hulp. Ik heb ook uh, gewoon zelf ontslag genomen, want uh, dit is dusdanig intensief, dat is niet met een, met, een, uh, met een gewoon werk te combineren. Het is een hele zware beslissing, want je schakelt in principe je eigen leven op dat moment even uit. In Rotterdam zorgen bijna 100.000 mensen voor iemand anders. De kans op overbelasting en psychische problemen ligt op de loer. Aan de hand van de Mantelzorg-Schijf van Vijf kunnen Mantelzorgers hulp vinden. En dat is de emotionele ondersteuning. Denk aan het delen van ervaringen. Maar denk ook aan persoonlijke hulp. Af en toe gewoon eens ventileren. Iemand die gewoon naar je luistert zonder dat er verder wat van is. Maar je hebt ook het stukje praktische ondersteuning. Meneer Van der Ham leert via de Schijf van Vijf bijvoorbeeld hoe hij zijn vrouw het beste kan tillen en verplaatsen. Het zal niet echt helemaal 100% mijn knieën ontlasten, maar wel een heel stuk verbetering in ieder geval erin. Dat is een ding wat zeker is. Twee. Hop. En dan gaan we heel voorzichtig draaien. En mijn vakken. Ja, maar. Perfect.